dag hebben we georganiseerd omdat vorig jaar hebben we ons pand in gebruik genomen. En we hadden zoiets van ja, eigenlijk willen heel veel mensen het wel zien. Hè. Heel veel mensen zijn nieuwsgierig. Het is toch iets bijzonders op het platteland. En heel veel mensen hadden zoiets van, oh, we willen een keertje komen kijken. En ja, we hadden zoiets van, nou, dan houden we gewoon een open dag. En ja, toch een open, ja, ook een open opening aan vooraf gegaan. Dit is eigenlijk ook de opening van dit gebouw. Ja, van dit gebouw. Ja. Nee, want jullie hebben daar natuurlijk dat gebouw daarachter staat al jaren, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Dit pand is nieuw. Dit is helemaal nieuw. Dat hebben we vorig jaar in gebruik genomen. Vorig jaar februari. En we hebben eigenlijk het oude pand, zoals wij dat ja, misschien oneerbiedig noemen, maar we hebben een nieuw pand en een oud pand. Maar die hebben we ook nog steeds in gebruik. Maar dit is ons nieuwe pand en die hebben we nu geopend. Het oude pand, dat heb je nog steeds volop in gebruik? Ja, die is ook nog volop. Dus dat komt bijna door de groei van het aantal kinderen? Ja. 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 Dus hoeveel kinderen hebben jullie hier zo doorheen? Wij vangen nu 95 kinderen per dag op. 95? Ja, en meer dan 300 kinderen in de week. Zo? Ja. Dat is een hele hoop. Dat is een hele hoop, ja. En waar komen die kinderen vandaan? Meerdeel komt wel uit Dalfsen, maar een heel deel komt ook uit Zwolle, uit Ommenu, Leusen, Honorst. Het is eigenlijk heel divers, ja. Mensen uit Zwolle die hier in de buurt werken, die komen dan bij jullie langs? Ja, of kan, komen ze bewust hier naartoe rijden omdat het agrarisch is? Ja, sommigen hebben ook bewust die echt op en neer rijden dus. Dus dat is echt voor ons visie. Sommige mensen zijn ook op doorreis, dus dan hebben ze zich van we hebben toch het werk dichtbij, dus dan rijden ze door. Ja. Ja. Het is enorm gegroeid dus in de afgelopen jaren. In een aantal jaren is het enorm gegroeid. Ja. Ja, klopt. Ja. Je hebt nu zelfs een heel officieel kantoor ook, zie ik wel. Ja. Ja. Jij bent hier dus een beetje, je strijkt de scepter hier. Want boer Ronald zag ik wel op de website. Hoe is jouw bijnaam? Ik heet Gokarla. Nee. Mijn naam is Gokarla. Geen niet boer in Gokarla. Nee, nee. En hoeveel mensen werken hier inmiddels? 35. 35 mensen? 35 mensen, ja. Het is echt een middelgroot bedrijf geworden. Ja. Was dat ook je droom toen je ermee startte? Nee. Of is het gewoon gelopen? Het is zo gelopen. Weet je, we hadden geen idee. We hadden echt geen idee hoe het zou gaan. We hadden gedacht 3 groepen kinderen opvangen in de groep BSO. Maar dat zijn ondertussen heel wat meer geworden. Het is prima, weet je. Alles loopt heel goed en heel fijn. Ik heb een heel fijn team om me heen. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja. Zo Simone, dit is jouw lokaal begrijp ik. Hè? Ja, dat klopt. Dit is de 7PLUS. Hier komen kinderen vanaf 7 jaar na schoolse opvang. We halen ze op met busjes of met een elektrische bakfiets, de Stint. Waar haal je ze vandaan? Van de scholen? Ja, van de scholen hier in Dalfsen. En dan komen ze allemaal binnen, zeg maar. Ja. En dan is het lekker drinken, lekker fruit eten. Dus op zo'n dag heb je zo'n 20 kinderen. 20 kinderen die zitten in jouw groep, zeg maar? In deze groep, ja. Oké. Okay. 20 7-plussers. En deze groep, dit is zeg maar hun soort thuisbasis? Ja. Namelijk ook huiselijk ingericht met een leeshoek en een knutseltafel en een voetbaltafel. En als het een beetje mooi weer is, dan ga je naar buiten, neem ik aan. In principe gaan we elke dag naar buiten. Ja? Ja, ja. Wij als VSO hebben ook, dragen zorg voor de dieren. Dus die moeten altijd gevoerd worden. En, je gebruikt de kinderen ook een beetje als knechtje wel voor de boerderij. Het is wel handig, een knechtje erbij. Dat ja. Leuk ook, hè? Ja, maar vinden ze ook heel leuk om te doen. En maak je dan een rondgang langs alle scholen hier in het dorp Dalfsen? Ja, ja. Ja, bij elke school halen wij kinderen op. De kinderen die noemen mij boer Ronald, dus vandaar ook mijn shirt. Hoe is dat met al die kinderen op de boerderij? Is dat ook extra opletten geblazen met de trekker en de kinderen, of is het allemaal keurig afgescheiden? De veiligheid, dat hebben we heel hoog in het vaandel staan. Ja. S'morgens is het vanaf 7:30 kunnen de ouders kinderen brengen. En dan hebben ze, s'morgens hebben ze hun vaste momenten en als ze hun vaste rituelen hebben gedaan, zeg maar op de groep, dan gaan ze vaak naar buiten toe en dat is altijd vaak rond een uurtje of 9:30. En dan zorgen wij dat wij de koeien aan het voeren hebben tot trekwerk een beetje achter de rug is, dat het hier veilig is, dat er in ieder geval geen machines draaien waar kinderen bij kunnen komen. En op het moment dat er wel andere dingen zijn, we moeten mest uitrijden, we moeten gras maaien, ga ik 's morgens naar de kinderopvang en zeg ik, nou jongens, vandaag kunnen we niet naar de boerderij, want de boer Ronald moet gras maaien. Dus dan blijven ze gewoon binnen de hekken en als we aan de keulen zijn, ja, dan is de komen gaan van trekkers met ladenwagens en de hark die rijdt over het erf. En de leidsters die weten dat gewoon, dus 's morgens, dan doe ik gewoon even een berichtje en dan blijven ze gewoon op de kinderopvang. Maar ja, dan zijn ze toch buiten, zeg maar dan vinden ze het heel interessant om te zien dat boer Ronald of boer Menno of boer Johnny met de trekker langs rijdt, omdat het gras wordt gemaaid of het wordt geschud of geharkt. En dat is voor de kinderen een hele belevenis, om dat te zien en als het weer het toelaat, zeg maar,
En ze voorspellen meerdere dagen mooi weer. Dan zeggen we, nou, we zetten de trekker even aan de kant en dan doe ik de deur los. En dan zeg ik, nou, wie wil er meer met boer Ronald? En dan zie je de kinderen allemaal verbaasd kijken. Loodjes trekken, denk ik. Ja, dus nee, en dat, zo kun je spelenderwijs kinderen ook wat laten zien over het boerenbedrijf, zeg maar. We hebben op dit moment meer kinderen die we verzorgen als melkkoeien, zeg maar. Ja, ja. Maar dat is helemaal niet erg. Nou kunnen we ook iets over de agrarische wereld meegeven met de kinderen. En dat vinden wij heel belangrijk. Dat kinderen uit het dorp en van buitenaf, dat ze weten waar komt de melk vandaan, waar komt een stukje vlees vandaan, wat groeit er en wat bloeit er allemaal in de natuur. En het is, ook al krijgen ze maar één ding mee, dan is onze missie eigenlijk al geslaagd. Als de kinderen komen vanaf de kinderopvang, hebben ze altijd laarsjes aan. Dan gaan ze met de laarsjes gaan ze over de ontsmettingsmat. Oh, toch? Gaan ze naar de stal toe en gaan ze weer terug naar de kinderopvang. Gaan ze weer over de ontsmettingsmat. Maar de laarsjes zijn wel van onszelf. Dus maar ja, zo probeer je in ieder geval geen ziekte in je leven te krijgen. Had je gedacht dat je zoveel bezoek zou krijgen? Ik had wel een inschatting, maar dat dit overtreft wel echt druk, onze stootste droom. Ik heb geen flauw idee hoeveel er bent. Maar we zeggen des meer ziel, des meer vreugd. En ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen komen. Dus daar doe ik voor, hè.